in combinatie natuurlijk met uiteindelijk hoe zo'n wedstrijd verloopt in je voordeel. Ja, dat betekent dat je vanavond lekker slaapt, Steve. Dat mag duidelijk zijn. Trainer Richard Plug, we staan hier na een 3-0 overwinning op Sportlust. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ah, ik had vandaag een aanvallend elftal neergezet. Hè? Deels door blessures, maar ook omdat ik wilde voetballend het gevecht aangaan. Ik denk dat het de eerste helft gelijkwaardig was. Ik denk dat wij niet onwijs veel creëerden. Hun ook niet. Ik moet zeggen, we maken natuurlijk een ongelooflijk mooie goal met Feliciano Soesje. Dus over de eerste helft ben ik wel tevreden. En dan in één keer een kwartier of 20 minuten na rust zet hun het een beetje om. Hè? Ze gaan eens één diepe spits zetten en twee eronder. Daar hadden wij wel last mee. Vooral verdedigend gezien. En ze openen de ballen goed naar de zijkanten. Dat is een fase waarin we gewoon heel gelukkig zijn. Was gewoon wachten op de 1-1. Ja, en dan op een gegeven moment dan geven we hun zoveel ruimte weg. Dat straffen wij dan af met de snelheid van Halman, Mathieu die ik inbreng. Ik heb daarna wat reparatiewerkzaamheden aangebracht. Toen werden ze niet echt meer gevaarlijk. Maar ja, Richard Plug zou Richard Plug niet zijn natuurlijk. Als ik hier een heel positief verhaal af zou hangen. Ik ben trots op de jongens. Wat ze, na vorige week vond ik het een stuk beter. Maar heel eerlijk... Het is een geflatteerde overwinning. Ik denk dat Sportlust wel een punt verdiende. Maar ja, het is wel lekker. Lekker is het zeker. Maar hoe verklaar je dan het verschil? Ook qua beleving heb ik misschien wat idee van vorige week en deze week. Nou, vorige week zit je 2 uur in de bus. Je start na een jaar start je weer een keer op gras. Het is wat warmer. Nou, en vandaag sta je hier over. Nou ja, je hoort het achter me. In een geweldige ambiance, opening van het nieuwe sportpark. Jammer voor die gasten dat spandoek natuurlijk niet bleef hangen met de wind, want dat was natuurlijk geweldig. Ja, en dat zorgt toch wel voor dat ene stapje meer wat die jongens gedaan hebben misschien. Aan de andere kant, van de week hebben we aardig getraind. En die jongens wisten ook donders goed dat het vorige week niet goed genoeg was. Ze weten dat ik een realistisch kritische trainer ben. Ik neig eerder naar wat negatief dan positief. Nou, daar moeten ze maar mee om kunnen gaan. Daarvoor heb ik Bert van Duivenbode bij me, Colin van Velzen. Die hebben een goede inbreng. En die zijn over het algemeen wat positiever als dat ik ben. Dus als het goed is, dan moet dat dan een goede combinatie zijn. Al met al wel genoten van deze wedstrijd? Ik vind altijd dat we beter moeten spelen. Ik heb net gezegd, Danny Bakker, Feliciano, Jesus zijn jongens die bij ons echt wel beter kunnen. Maar de ambiance die gecreëerd wordt door die gasten achter me, in combinatie natuurlijk met uiteindelijk hoe zo'n wedstrijd verloopt in je voordeel. Ja, dat betekent dat je vanavond lekker slaapt, Steve. Dat mag duidelijk zijn, maar ja, je bent wel weer maandag bezig met het moet beter. Gaan we dat doen, dankjewel. Okay.